WK-seizoen 93-94. En koude novemberavond, bevroren veld, veel Feyenoord publiek. Echt grote getalen, ze zaten eigenlijk door het hele stadion heen. We zaten goed in de wedstrijd, we hadden creatieve jongens voorin, Kaston, Taument en Regie Blinken. En die konden wel weg op een hard bevroren veld. En ja, dat was altijd wel lekker als je dat soort jongens in je team had. Taument. Met Van Mol. Taument zonder Van Mol. En Taument scoort. Is Mulling. En eigenlijk niet meer dan logisch. Dit is geen buitenspel van Lem. Die zegt de goeie zit helemaal mis. Dan is het simpel voor Lem om te maken. En de goeie is aangeslagen achtergebleven. Maar ik heb hem helaas niet uit mogen spelen of kunnen spelen. Ik ga een duel aan. Ik denk dat de afstand iets te groot was. Waardoor ik denk ik verkeerd uitkwam en toch in plaats van de bal kon koppen met mijn kop tegen Lemty, was de spits van PSV, aankwam. Ja, ik voelde gelijk dat het open was en dat het, ik zag een beetje sterretjes. Dan zag ik dat wel meer. Dus daar raakte ik niet echt ondersteboven van. Maar ja, dan ging het bloeden en mijn shirt kwam helemaal onder. Ja, dat is wel een teken dat je naar de kant moet. Dan ga je naar de kant en dan is er maar één ding. En dan moeten de krammen erin en dan wil je die wedstrijd doorvoetballen. Nou, dat heb ik ook daarna weer gedaan. Alleen ja, ik heb een aantal keer nog een kopbal gehad volgens mij. En, ja, waardoor er weer bloed uitkwam en wanneer het weer open ging. En dokter Kieft heeft ook nog een diagnose. Zo te zien geen ongunstige. Dan ligt het spel dood en dan maak je de bepaalde opmerkingen tegen elkaar. Ja, ik denk dat hij zoiets gezegd heeft. Nou, zoveel hersens zitten er toch niet in je hoofd, dus het kan bij jou niet zoveel kwaad. Ja, dat moet ook kunnen, weet je. En op het moment dat je dan weer verder gaat, ja, dan probeer je weer het leven zo zuur mogelijk te maken voor elkaar. En dat is mooi, dat is ook leuk om te zien. Hè? Op het moment dat het even stil ligt, dan moet je ook relaxed en ontspannen zijn met elkaar. En op het moment dat het fluitje gaat, ja, dan ben je weer elkaars grote vijand. Blinker in de kleine ruimte, te kleine ruimte. En de kans voor Blinker en de score. Een minuut of zes voor tijd. Regie Blinker. Opnieuw het spel stilgelegd voor de Wolf. Die langzaam maar zeker onder het bloed zit. Ja, op een gegeven moment krijg je dan het sein van de scheidsrechter. Ja, je moet toch naar de kant. Want zo kan je niet verder. Ik stond aan de kant om een tulband te krijgen. En daar kon het team niet meer op wachten. Want het was nog maar een minuut. En ik wilde ten koste van alles die wedstrijd uitspelen. Nou, toen zag ik wel ineens dat Obiku voorbij kwam. En dat betekende dat ik gewisseld was. Ja, daar had ik wel even de P in. En, en we scoorden daarna nog de 1-3. Dus ja, al met al was het een wedstrijd om niet meer te vergeten. Van Ankeren. Bal weggeroeid, werkelijk door Fraser. Maar daar is Taument weg. Taument met Van der Gaag. Taument maakt het nu wel af en het is definitief helemaal beslist in het voordeel van Feyenoord. Gaston Taument. Ja, we waren heel opgewekt. We waren blij. En nogmaals, er zaten heel veel Feyenoord supporters in het stadion. En, dat was een mooie overwinning, een verdiende overwinning. Ja, daar waren we heel erg blij mee en dat straalden we ook uit.